De filmers zijn met z'n drieën. Dat is dus geen paar. Maar hoeveel weten zij van paren in acteurs en actrices? Oftewel, hoeveel duo's kennen zij? We gaan het erachter komen in deze nieuwe staantafel, genoemd, getiteld Noem er een paar. De titels zijn al beter dan onze hele staattafel. Ja. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Richard. Ik ben Henk. Ik ben Sander. Ik ben Pim. En we gaan vandaag spelen Noem een paar. Hele handige of makkelijke staattafel. Okay. Ik noem twee namen van acteur of actrice of acteurs of acteurs. En aan jullie de taak om een film te noemen waarin beide een rol speelde. Oeh, dat is ik ga leuk, niemand voorlaten. Ik zou zeggen, roep gewoon. En degene die het eerste roept, die heeft het de punt. Als het goede antwoord is. Ik ben heel is. Benieuwd. Maar als je één antwoord hebt gezegd, moet je dan wachten tot anderen wat zeggen? Nou ja, dat laten we dat doen. Precies. Okay. Ja, gewoon lekker gaan, joh. Ja. Gillen. Gaan met de eerste. Fuck. En Henk gaat alle foto's in beeld laten vliegen. Super mooi wordt dat. Super fijn. Dus daar kan je nog uitknippen, Henk. Goed, het eerste koppel. Films met Brad Pitt en Angelina Jolie. Mr. Mrs. Smith. Tim was net iets eerder. Ja, nee, fuck jou. Nee, gelijk. Hebben we er nog meer? Of was het de enige? Je mag er meer. Okay. Ja, als je er denkt, ik kan er nog meer noemen. Ik ken alleen die, maar... Hebben we er nog één? Nee, is er vast nog één, anders zou je niet zo... Ja, dat weet ik niet. Misschien is het weer een strikvraag. Ik denk het niet. Nee, ja, er is er nog één. By the Sea is er ook nog. Welke? By the Sea. Film van de Angelina Jolie zelf. Ja. Maar daaraan hoef je niet te kijken. Niet zo'n goede film. De meeste films die zij maakt zijn hier super. Nee, ja, dat is Unbroken. Nou, Unbroken was toch wel redelijk... Sorry? Dat was toch wel redelijk goed. Ik zag aan de promo ik dat ze heel vaak ook zichzelf in de inzetten. In alle promo's. Ja, maar dat zal waarschijnlijk de studio willen. Maar goed. Geef ja, maakt niet uit. Volgende koppel. Keanu Reeves, Mr. Wick en Sandra Bullock. De Notebook. De Lake House. De Lake House, dat is het punt voor Pim. Mag hij gewoon blijven raden, ja? Is het nou gewoon een ding? Gewoon erin. Mag gewoon... Keanu Reeves en Sandra Bullock. Ja. Speed. Quiz, hot shot. Ik ken nu echt te weinig films, hoor, volgens mij. Nog één? The Net? Weet ik niet. Net? Nee. Nee, volgens mij verder niet meer. Nee. Geen... dit was hem ook. Dus, dat was hem ook. Heel goed. Drie punten al voor Pim. Die zijn nog op nul. We staan nog op nul. Komt dan goed met Bruce Willis en Samuel L. Jackson. Die Hard with a Vengeance. Ja, punt voor Henk. Had ik toch Die Hard moeten kijken, hè? Heb je dat niet gezien? Unbreakable. 131 people died so you could finally understand the destiny for which you were born. Unbreakable. Glass. Punt voor Pim. Punt voor Pim. Split ook. Nee. Er zit wel Bruce Willis in. Ja. Bruce Willis. Ja, maar ik dacht, misschien zag je Glass ook nog. Meneer Glass. Nee. Nog meer titels? Pulp Fiction. Did you notice a sign in the front of my house that said dead nigger storage? No. Pulp Fiction, heel goed, Pim. Jesus Christ. Pim, is hier echt fucking goed in. Nog meer? Ja, ik weet niet. Nee. Ik kan verder niet meer vinden. Is Surrogates? Is de enige film met Bruce Willis die ik ken verder? Dus, nee. Ik valt het proberen. Nee, Loaded Weapon. Oh. Nee, Loaded Weapon, ja? Daar zit Bruce Willis ook in mijn klein rolletje. Maar goed, ze spelen er allebei in, dus... Oh, oké. Okay. Had gekund. Jezus, hoeveel punten heb je nou? 8? Pim staat op 6. Henk staat op 1. Yes. Ja, Sander. We komen er wel. Tom Hanks. Clean sweep. En Meg Ryan. Hoe? Sleepers in Seattle. You've Got Mail. Wie? Ja. Wie? Meg Ryan? Meg Ryan. Je weet hoe je bent, maar... Goed, zijn ze allebei goed? Ja, ik schrijf, ja, ze zijn nog goed. You've Got Mail. Sleepers in Seattle had je. Hebben we er nog meer? Wat? Vast. Als ik dus niet was, dan had ik alles goed gehad, maar... Ja, dat was een beetje de crux, natuurlijk. Kom op, Henk. Polar Express? Nee. Ja. Robert Zemeckis? Nee, ik weet het niet. Nee. Zal dat alles zijn dan? Nee. Ze speelde nog in 1990 in Joe vs. the Volcano. Met z'n tweeën. En Ithaca. Zaten ze ook al in? Ithaca. In 2015. Jezus, hoe lang gaat deze afgang nog door? Geen idee. Het is, we zijn bij 5 en we hebben de 10. Kan nog winnen. Nummer 5. Misschien is het al meer... Die straatje, weet ik niet. Ryan Gosling. En Emma Stone. La La Land? Ja, ja. Daar is die. Hoe heet die film met Steve Carell? Ja, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe die heet. Ja, helaas. Wil naam hebben. Dan in Real Life? Nee. Oh, Crazy Stupid Love? Ja, die ja. Ja, heel goed. Punt, Henk. Heel goed. Emma Stone, gedaan, hè? Zei je? Yes. Dank je, dank je. Een beetje opwarmen. Oh, ja. Oh. Kipperaad. Ik zat schelden.
Strip dat verkeerd door. Nee, dat doen wij ook. Oh, dat doen wij nooit, toch? Ik vind dat je dat eruit moet biepen, hoor. Ryan Gosling in... Place Beyond the Pines, zit zij daar ook in? Nee. Volgens mij nog meer. Is er nog één? Oh, serieus? Ja. Welke zeiden jullie nou? Welke hebben we al gehad? Crazy Stupid Love. En La La Land. The Notebook. Nee. Gangster Squad hadden we ook nog. Ja. Die kent hem niet. Alright, volgende koppeltje. Josh Brolin. Bradley Cooper. En Jennifer Lawrence. Silver Linings Playbook. Ja. Kut. Ja, dat was één. Place Beyond the Pines. Ik probeer het nog een keer. Nee. Goed geprobeerd, maar het is niet gelukt. Oh, fuck. Hoe heet die film ook alweer? Bradley Cooper en Jennifer Lawrence. Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Goed, nou, is misschien ooit in hetzelfde universum als Fox erbij X-Men, zit. Maar ja, als X-Men erbij zit. Ja. Shit, dat is wel. Ik zeg gewoon. Ik weet niet hoe die film heet. Fuck. Zeg maar. Nee, ga ik niet. Nee, niks meer. Ik zal een klein hintje geven dan. Ze hebben samengewerkt met regisseur David Russell. Ja. En dat hebben ze samen 4 keer gedaan. Dus ik heb er pas 1. Dus er zijn nog 3 films van David Russell waar ze beide in spelen. Ik weet er sowieso nog 1, maar ik weet niet meer hoe die heet. Wacht, ja. Eentje niet. Sorry, het is eentje niet van David Russell. Excuus. Ja, ik heb een Mother? Nee. Oh. Dat is met Javier Bardem. Nee. Ja. American Hustle. You never took a quarter from a phone booth. You stole. I just got bigger balls than you. Ja, kut. Ik wou net vragen. Zit jij in die game te denken met Christian Bale? Ik wist dat het iets met American Nog was. Één? Jazeker. Ja, die weet ik niet. We hebben nog Serena uit 2014. Dramafilm. En Joy 2015. Oké. Nee. Gaan we nu een fragmentje kijken? Nee, doe niet. Toch, hè? Ik ben ze aan het noteren. Ik ben ze aan het klikken. Oh, ja. Lekker klikken. Lekker klikken. Nou, Adam Sandler. Om even lekker, de fout hoek in te gaan. En Drew Barrymore. Klik. Nee? Is ook de enige. Klik. Oh, dat was je antwoord. Klik. Enige Adam Sandler film. Nee, geen klik. Waar zit Adam Sandler? Ja, 50 First Dates. Yes, dat is goed. Dat is de eerste. Hoeveel zijn het er? E.T. Dan speelt hij, speelt Adam Sandler, speelt E.T. Ja. Nee. Grown-ups ook niet. Grown-ups 2? Nee. Little Nicky. Nee, ook niet. Pixels? Nee. Wat zit die ook in? Oh fuck, die heb ik ook nog gezien. Ja. Wat een kutfilm is dat? Adam Sandler. Kom op, Henk. Gewoon erin. Ik heb er nog 2 in aanbieding. Ik zal een beetje helpen dan. Nee, dat heb ik. Maar er zijn in ieder geval nog 2 samenwerkingen. Een vakantiefilm? Nee. Een golffilm? Een wat? Een golffilm? Een golffilm? Nee. Die Happy Gilmore. Die is niet. Nee. We hadden nog Blended 2014 en The Wedding Singer. Die is toch redelijk succesvol geweest in 1998. Hmm. Maar die had ik niet gehad. Nooit van gehoord. Alright, gaan we naar de 2 beste dus vrienden. Niet toch, dan zat je een perfect moment. Zal ik even tussenstand doen intussen? Ja. Vinden we dat leuk? Sander. Nee, Henk, sorry. Met 2 onderaan. Daar op Sander met 3. Pim met 9 punten bovenaan. Kan alle kanten op. Want de volgende die komen nu, de laatste 3, die hebben veel samenwerking. Heel veel. Dus dan kunnen we lekker los. Kom op jongens. 2 beste vrienden van Hollywood. Ben Affleck en Matt Damon. Dogma. Dogma is helemaal goed. Good Will Hunting. Ja. Good Will Hunting is ook goed. Nou wordt het lastiger denk ik. Want dat waren de 2 bekendste natuurlijk. Ja. Good Shepherd. Nee. Argo. Nee. Zit Ben Affleck niet stiekem in Saving Private Ryan? Nee. The Town? Nee. Nee. Is er nog een vrouwencomedy ook nog? Stuck Together? Nee, met een beetje een Star Wars-achtige titel. Galaxy Quest? Nee. Oh, sorry. Nee, dat is heel iets anders. Ik dacht van, nou, ja, het zijn een beetje... De jaren 90 was vooral natuurlijk hun samenwerking. Ja, maar... Speelt Matt Damon in eentje een drugsverslaafde? Dat zou goed kunnen. Want daar weet ik de naam niet van. Dus dan is het snel klaar. Reindeer Games? Nee. We hebben nog. Summer of All Fears? Nee, je wil nog even door, hè? Dat mag, maar het zit niet in. Nee.
Hoeveel zijn er nog over? We hebben er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 over. Oh, jezus. Zo, de knetter. Ja, ik zou het echt niet weten. Ja, veel films ook. Dan heeft de ene hoofdrol de andere klein bijrolletje. Dus hebben Jay en Silent Bob Strike Back. Ja. Daar zitten ze allebei in. Ja, daar spelen ze eigenlijk gewoon... Zelf. Oh, ja, Will Hunting al, en eigenlijk. Juist, inderdaad. Chasing Amy hadden we nog. Oh, ja, kut. Fields of Dream. Field of Dreams. Mm-hmm. Dat is volgens mij die drugsverslaafd. Ja, nou, nee, daar spelen ze allebei een baseball fan. Heel klein rolletje. Oh, oké. Okay. Film uit... Oh, misschien in Thor Ragnarok. Daar zit Ben Affleck toen in. Nee, maar misschien zit hij erin. Dat heb ik niet gezien. Weet hij is als Batman, hè? Dat kan niet. Kan oh, ja. Niet. Wacht even. Oh, ja. School Ties hadden we nog in 1992. Jersey Girl, 2004. Ah, ja. Glory Days, 1995. En The Third Wheel, 2002. Nee, die kan ik helemaal niet. Goed. 10. Henk 2. Sander 4. Oh, yes. Gaat goede kant op, Sander. Yes. Johnny Depp. En Helena Bonham Carter. Ah, ja. The Scissorhands. Nee. The Scissorhands, nee. Oh. Pirates of the Caribbean, de derde. Nee. Vierde. Nee. Vijfde. Nee. De tweede. Nee. Eerste. Ah, ik denk dit is een beetje... Alice in Wonderland. Ja, heel goed. En Charlie in the Chocolate Factory. Ja, heel goed. Ja, oh ja, goeie. Oh, ik tik hem in. Je wilde hem net wat intikken. Tik dat in dan. Ik hoorde hem. Niet Edward Scissorhands? Ja, ik weet niet hoe dit is. Nee. Kijk door het glas heen. Coraline. Hoe heet die nou? Nightmare Before Christmas. Nee. Oh ja, ik, ja. Ja. The Looking Glass of zo. Ja. Nou, Nine. Alice through the Looking Glass. Alice in Wonderland through the Looking Glass. Alice through the Looking Glass. Stolen. Alice through the Looking Glass. Ja. Alice in Wonderland through the Looking Glass. Eentje over een bruiloft, toch? Wedding Crashers. Transcendence. Ja, wel. Ja, animatie. Ja, maar hoe heet die? Ja, dat is mijn vraag. Dat was ik zou zeggen, noem een paar Tim Burton films op. Want dat is natuurlijk ja, maar dat uit. Ja, ik heb al random Burton... begokken, dan... Ik heb een beetje alle Tim Burton films die ik ken wel genoemd. Ja. Dumbo, misschien? Nee. Oh. Ja, daar zal zij wel in zitten, maar... Hoe heet die film nou? Zit er het woord death in? Nee. Nou, dit is wel behoorlijk dood wat er in de titel zit. Ja. Corpse Bride. Juist. Oh, dude. Ook nog, inderdaad. Ja. Dank voor de hand. Een gokje wagen. Hoeveel hebben we er nog over? We hebben er nog 3 over. Sweeney Todd. Ja. Ja. Sweeney Todd hebben we ook nog over. Heb ik heeft Johnny Depp niet stiekem een rol in Fight Club? Nee. Dat. Ik heb nog 1 Tim Burton film over. En 1 van Gore Verbinski. De regisseur van de Pirate films. Rango? Nee. The Tourist. Nee. The Lone Ranger? Ja. Ja. Something very wrong with that horse. The Lone Ranger zit goeie. Er ook allebei in. Nooit gezien. Heb ik er nog 1 over. Gokkie. 2012. Dat hij in een computer zit? Nee. Dat hij een maffia dude speelt? Nee. Public enemies. Ja, dat weet ik wel. Nee. Rango. Nee. Kut. Nee, heb ik net genoemd. Oh, sorry. Dark Shadows hadden we nog. Ah, oh, ja. Godver. Goed. Helaas. Pim, ja? Op 14. Henk op 2, Sander op 6. Oh, is goed kan gespeeld. Nog. Het kan allemaal nog gebeuren. Ja, want de meeste samenwerkingen komen er nu aan. Oh. Ga maar los. Hoeveel vragen hebben we nog? Hoeveel vragen hebben we nog? Nog 1 hebben we er. Oeh. Nog 1, de laatste. Nummer 10. Ben Stiller. En Owen Wilson. Zoolander. Zoolander is goed. Zoolander 2. Die is goed. Night at the Museum. Night at the Museum 2. Night at the Museum 3. Ja. Jezus, ja. Ik zou het echt niet weten. Had je Zoolander 2 al... Ja, die is al voor Henk meegegaan. Oh, kut. Secret Life of Walter Mitty? Geen flauw idee, maar... Dat is nog meer een film. Happy Gilmore. Die staan de antwoorden, Henk. Ik sta... oh. Happy Gilmore? Nee. Ja, ah, kut. Tropic Thunder. Nee. Midnight in Paris? Ja. Nee. Sorry. Nee, het klinkt bijna hetzelfde. Afternoon in Paris. Afternoon in Brussels. A morning in Paris. Het woord de midnight was goed. De Midnight Express. Nee.
The Midnight Meat Train. Ik ga het niet zeggen. En dan wordt het dan... Nee, ik ga hem niet zeggen. Maar er zit een hele makkelijke titel tussen, jongens. Robert De Niro. Kom op, Henk. Je 3 punten scoren. Ik zou het echt niet weten. Als je, dit is een trilogie. Godfather. Nee, dit is ook in. Trilogie. Kom op. Robert De Niro zit er ook in. Ben Stiller. Robert De Niro. Owen Wilson. Terry Polly. Barbara Streisand. Long Game Polly. Nee, noem ze op, Henk. Oh. Barbara Streisand zit erin. Dustin Hoffman Meet zit erin. Meet the Fockers. Ja. Meet the Fockers. Dat is de eerste. Meet the Parents. Meet the Parents. Little Fockers. Little Fockers. Nou, dan krijg je derde. Dat we op die kwaliteit moeten eindigen, ja, jongens. Precies. Ik heb er nog 3 na aanbieding. Maar dan moeten we wel verder terug. Iets verder terug. Ja, ik zou het niet weten. Zijn er wat lastige Bottle Rocket of zo? Nee, is een Wes Anderson film, toch? Met allebei. Echt dan? Niet. Ja, heb ik niet. Ja, er zit een Wes Anderson film Bottle Rocket. Nee, dus ik heb trouwens 4 nog. Er zit een Wes Anderson film Pineapple Express. Die jij op zich zou moeten kunnen noemen. Waar ik niet dat Pineapple, je dat... Nee, hoe heet die andere? Niet doet. Ja, ik weet het niet. 2001. Is dat de Royal Tenenbaums? Ja. Ah, ja. Beetje verzander. Ja. Heb ik er nog 3 over. De jaren 90. Je had er net ook al 3 over. Ja, ik versprak me. Want ik had er alweer in mijn enthousiasme lekker door zitten krassen. En toen kraste ik de Royal Tenenbaums door. Okay. Want die zat onder de Fockers op de lijst. Fockers. Nou, dan scheldt hij gewoon weer. Vind ik niet normaal. Ja, de Dukse Hazard. Nee. Dukse Hazard. Ja. Hetzelfde straatje. Wel hetzelfde straatje. Starsky & Hutch. Inderdaad. Ah, dat was hem. Ja, sorry. Heb ik er nog 2 over? Waarvan de... Oh, kut. Ik met mijn kut. Dan krijg ik iedere keer de verkeerde door. Hebben we er nog 2? Klik? Nee, trouwens. Nee. Film met Jim Carrey in de hoofdrol. De jaren 90. Mask? Is het Ventura? Nee, iets serieuzer. Liar, ja, liar. Comedian speelt. Speelt nee, die... nee, die niet. Fuck. Beetje geobsedeerd. The Truman Show. Nee, oh, nee 2 jaar ervoor. Internal Science of Spotless Mind. Nee, verder ervoor. Verder gaat mijn Jim Carrey lore. Met ja. Inderdaad. Oh, inderdaad. Ja, daar zitten ze wel in. Met allebei. Matthew Broderick. Ja, Matthew Broderick. Inderdaad. Maar zitten zij allebei ook. Oh. Duister. Die had ik op video, jongens. Die zal waarschijnlijk lastig zijn. Dus die zal ik weggeven. Maar zat het woordje Midnight in. Het woordje Midnight zit in de titel. Midnight Cowboy. 1998. Maar ik denk niet dat hij erin gaat rollen. Midnight Cowboy. Dat is niet. Wil je nog heel even nadenken? Voor die Midnight at the Museum. Nee. Doe jij vast de outro en dan kan Pim erin. Nee, doe maar. Permanent Midnight. Uit 1998 hadden we ook nog. En er waren ze alle 10. Nou, heel fijn. Jezus. Jeetje, wat was het spannend. Dit vond ik echt heel moeilijk. Ja. Alright, Henk. Hoi. Helaas, laatste geworden. 4 punten. Sander, toch nog 8 weer. Dubbel van Henk. En Pim, wow, moet ik even tellen? Kan ik dat bij mijn hoofd tellen? Ja, 21. Het is redelijk duidelijk wie deze heeft gewonnen. Yay. Nou, yay. Goed. Het zijn iets meer dan een paar punten. He? Oh, het scheelt bijna niks hoor. Nee, hè? Precies. Wacht even, hoeveel hadden hoe doen jullie nou dan? 4 en 8. 4, 8 en 21. Oh. Hey, als je het omdraait, dan heb je... Ja. Goed. Ja. Deed jij nou thuis mee, had je ook een paar. Goed. Woordgrap. Dan zien we het graag onder in de comments. Ja, en voor de rest, man. Like, subscribe... Volg op Instagram. Quizmaster bent uit de jaren. Ik doe het gewoon allemaal voor jullie. Nee, ik ben gewoon de Hans Kazan van filmers. Ja, ik hoop ik ga het niet zo bergafwaarts met jou. Ik heb ook allemaal trucjes zeggen. Uit mijn... Nee, doe ik volgende keer. Doe ik allemaal trucjes. Nee, je bent zo'n van shirt gewisseld. Ja, dat ik wel. Zag. Ja, ik wel. Ja, ik trek 2 andere keer aan. Ik kan niet iedere dag hetzelfde aan. Nee. Gadverdamme. Anyways. Verdamme. Tot de volgende keer. You. Doei.